Het is tijd voor de radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Echte Jan, Jan Roos. Ja, ja, welkom bij Echte Jan, de radioshow voor mensen die even geen zin hebben in staatspropaganda. Politiek totaal niet correct, geen heilig huisje blijft natuurlijk heilig. En vooral niet links, en dat is uitzonderlijk in het mediaklimaat in Nederland, hè? Over klimaat gesproken, wat is het koud niet? Mijn naam is Jan Roos, de echte Jan. En doe trouwens ook even een kleine donatie op janroos.backme.org om deze wekelijkse topshow mogelijk te maken. Dus dan ga je dus naar janroos.backme.org. En dan kan je al mijn shows en alle podcasts kan je luisteren. En dan kan je ook zeggen van, nou, ik steun die gozer met een eurotje of twee eurotjes of met drie eurotjes of met vier eurotjes of met vijf eurotjes per maand. En als je dat bijvoorbeeld doet voor een eurotje, dan kost dus het luisteren van één podcast, 1 uur kwaliteitsradio, 1 kwartje. Wat krijg je daar dan nog van? Nou, precies. En echt, Jan, dan ben je of dan ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus vind je het schandalig dat mensen op social media een filmpje plaatsen van hoe een jongen door een groepje kansparels aan stront wordt geslagen, omdat hij bang is dat mensen dan voor eigen rechten gaan spelen, zoals de burgemeester van Nissewaard, Govert Veldhuizen, dan ben je een ontzettende Johan. En laten we trouwens nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of nou, Johan, echte lekker, Jan of we zijn Johan, begonnen. Echte Jan of Johan, echte ja, ja. Jan of Johan. Over kansparels gesproken, we beginnen gelijk met eentje. Jihad-rapper Mrouane. Hallo? Ik kom ooit terug. Ik kom ooit terug, ja. Nou ja, je begrijpt dat het een beetje klote kwaliteit is. Want in het kalifaat hebben ze natuurlijk van alles en nog wat goed geregeld, waaronder wapens. Alleen opnamestudio, dan weer even net niet. Maar in ieder geval de kansparel Mrouane Boulahian. Oh, Jan, wat ben je toch ontzettende racist dat je nooit buitenlandse namen goed kan uitspreken. Ja, dat klopt. Mrouane Boulahian. Ja, ik heet gewoon Jan, dat is ook makkelijk. Nou ja, die is niet alleen bekend dus als rapper. Nee, meneertje Koekenpeertje. Gooit ook hoge ogen als jihadist. En hij hakt met precisie kop af voor het kalifaat. Meerdere keren werd hij al doodverklaard. Maar sinds deze week is hij in ieder geval zijn Nederlandse paspoort wel overleden. Want hij is geen Nederlander meer. Nou, dat zou de overheid met meer van dat soort jongens moeten doen. Ja, je bent natuurlijk een Johan, je bent een verschrikkelijk jongetje. Nou, de politie. Achteruit! Achteruit zijn! Hey! Achteruit! Stop! Nou zeg, ik denk dat iedereen dit filmpje wel heeft gezien. Kijk, de sterke arm die is natuurlijk door de softe politici verworden tot een flerkje. En dat weten we allemaal heus wel. Hè. Ze mogen niets doen omdat ze anders de hele dag moeten rapporten zitten tikken. En voor discriminatie aan de schandpaal genageld worden. Dat weten we ook allemaal. Hè. Maar als je dus geslagen wordt door een doorgedraaide pol met een stok. En hij stopt zelfs niet na een paar keer pepperspray. Ja, dan wordt het toch wel tijd om eens spierballen te tonen. En als je dat dan ook niet durft, dan schiet je hem toch gewoon voor zijn donder. Kom op zeg, jullie worden door ons ingehuurd om het tuig aan te pakken, stelletje watjes. Hebben we dat gezien? 3 man sterk om 1 dronken Paul. En die Paul die won. Jezus. Schiet hem dan neer. Politie van Nederland, jullie zijn een stelletje Johanne. Over Johanne gesproken, Sybrand Buma. Goedemiddag, de VVD ziet niets in de voorstellen van CDA en D66 om het kinderpardon te versoepelen. De liberalen willen dat de coalitiepartijen zich houden aan het regeerakkoord. CDA en D66 willen dat staatssecretaris Harbers opnieuw kijkt naar het kinderpardon. Het gaat om zo'n 400 tot 700 lopende zaken. Oh, CDA met Sybrand Buma aan de wind. Omdat de VVD opeens voor de verkiezingen, de provinciale statenverkiezingen, niet meer achter het klimaatakkoord zeggen te staan. Wat ze natuurlijk wel doen, maar dat zeggen ze daarna dan weer dat het wel goed is. Maar goed, dat weten we allemaal wel. Moest het CDA ook wat verzinnen om hun coalitiepartner te naaien. En ze kwamen op iets dat altijd werkt in de politiek, namelijk kindjes. He, en de BUM is dus opeens ook heel erg voor het kinderpardon. Het zoveelste kinderpardon. Edoch, kinderen gebruiken voor politieke doeleinden is altijd smerig. De Sybrand Buma en het CDA, jullie zijn ongelooflijk, Johan.
En ik wil er wat voor zeggen. Er was dus op een gegeven moment ook een zo'n petitie die ik kon tekenen van, hoe heet die knul? Tim Hofman van de BNN Varen. Nu teken ik niks wat socialisten doen, maar in dit geval heb ik ook getekend. Dus mensen zeiden, ah jammer, krijgen we nou? Zeg, ben je links geworden? Wil je opeens kinderpardon? Nou, ik vind dat we dus wel verantwoordelijk zijn voor die kinderen hier, aangezien ons systeem, het Nederlandse systeem, toelaten dat die ouders maar door blijven procederen. Ook produceren overigens, want ze krijgen steeds meer kinderen, maar produceren, zodat die kinderen hier blijven. Maar dan wil ik wel dat we de grenzen sluiten. En dan pas wil ik een kinderpardon. Oh, daar is niemand meer voor. Nou ja, laat het maar. In ieder geval, de Nederlandse spoorwegen. Veel mensen denken dat sneeuw ons grootste probleem is. Het grootste probleem is eigenlijk dat bij verwachte sneeuw veel mensen thuis blijven werken. De treinen minder vol zijn en daardoor minder rendabel zijn om in te zetten. Oh, Jantje Koekenpantje, hoe kom je aan dit gezellige stukje NS-propaganda? Gevonden op internet. Ja, dus er valt godverdikke 2 centimeter sneeuw. Hè? En de treinen rijden niet. Dus de Nederlandse spoorwegen is een beetje het lulligste voervoersbedrijf van Europa. Hè? En dan denk je, ongelooflijk, wat een verschrikkelijk getrut zeg. Wat een verschrikkelijk getrut. 2 centimeter sneeuw en dan kan die treinen niet rijden. Want in Oostenrijk en in Zwitserland rijden ze met gemak door 3 meter sneeuw. Wat is dat toch? Kunnen we nog 1 keer het fragment horen van de NS? Dat moet je even horen. Moet je horen. Dit zegt de NS dus, hè? Komt-ie! Veel mensen denken dat sneeuw ons grootste probleem is. Het grootste probleem is eigenlijk dat bij verwachte sneeuw veel mensen thuis blijven werken. De treinen minder vol zijn en daardoor minder rendabel zijn om in te zetten. Oh, wat zegt die jongen nou? Dat zegt dus dat als er sneeuw valt, dat die gasten van de NS denken, oh ja, dan komen er minder mensen met de trein. Dus dan verdienen we minder geld. Weet je wat, we flikkeren gewoon de helft van het schema eruit. Dus het heeft niks met sneeuw te maken. Je wordt gewoon, ze verdienen gewoon minder geld als het sneeuwt. Dus kan je lekker de tering krijgen als het sneeuwt van de NS. Ongelooflijk stelletje, Johan, hè? Daar ga ik me er kwaad om maken. Maar goed, ik rij nooit met de trein. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, zo, dat was het. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, echte Jan is een heel inclusief en bijzonder gay-vriendelijk en zo programma. Maar niet iedereen doet aardig tegen onze homoseksuelen. En wij vinden hier dat je met je poten van de poten moet afblijven. Behalve natuurlijk als ze daarom vragen. Maar dat heet erotiek en daar zijn we allemaal voorstander van, zolang iedereen maar volwassen is. Ja? Mooi. Ik praat over homotolerantie met Lennart van Mil. Licht als een knol en tevens voorman van de Roze Leeuw. Welkom, Lennart! Dankjewel. Nou, ik had wat meer enthousiasme verwacht. Oh. Hey Lennart, laten we even beginnen. De Roze Leeuw, waar staat die voor? Wij willen meer veiligheid voor iedereen. Vooral in de openbare ruimte, want dat is een groot probleem. Je hoort heel veel over de gendergekte, over de, ja, wat ik noem regenboogterreur, al die gekke maatregelen. Je mag geen dames en heren meer zeggen in de trein. Ja, weet ik wat voor gekke shit je allemaal om je oren krijgt. Dat helpt dus niet. Maar wat wel een groot probleem is, is geweld. En dat willen wij terugdringen. En dat is onze prioriteit. Maar jullie worden gezien als een stelletje conservatieve nichten bij elkaar. Maar het gaat eigenlijk gewoon om dat jullie zeggen, wij willen als homoseksuelen veilig door het land. Ja, en wij willen dat iedereen veilig over straat kan. Maar ja, je kunt je ook afvragen hoe conservatief we dan eigenlijk zijn. Ja, de meeste van ons zitten ja, misschien wel inderdaad op rechts. Alleen we hebben ook alweer progressieve standpunten. Want ja, we komen op voor de belangen van homo's om te beginnen. Ja. En ik vind het ook behoorlijk progressief dat je tegenwoordig dat je als homo ook rechts kunt zijn. Want dat kon vroeger niet. Want het waren inderdaad wel linkse partijen die voor de homo's opkwamen. Rechts niet. En het is nu heel erg progressief dat je op rechts wel homo kunt zijn. Ja, laat eerlijk zijn. De term progressief is natuurlijk heel vermoeiend. Omdat linkse partijen die met hun gedachtegangen in de jaren 60 zitten, die zeggen progressief te zijn. Terwijl dat vrij conservatief is om met je gedachtegang 50 jaar geleden precies te zitten. En de rechtse partijen die dan conservatief zijn, die gaan vaak met problemen van nu verder, wat heel progressief is. Dus dat is natuurlijk heel lastig. Maar eigenlijk wel raar, hè, wat je zegt dat net als het milieu en het klimaat, ook de homo door links eigenlijk gemonopoliseerd is. Ja, kijk, wij worden gewoon gebruikt voor, voor linkse spelletjes. En ik laat me daar gewoon niet voor lenen. Je vindt dat homo's misbruikt worden door links? Ja, absoluut. Hey, maar het is toch eigenlijk godverdomme belachelijk dat we in 2019 nog steeds moeten praten over homotolerantie? Ja, het slaat ook nergens op. Maar ik dacht dat met dat soort zaken dat dingen beter
beter worden. Maar het lijkt juist wel weer slechter te worden. Ik bedoel, hand in hand over straat met je vriend over de Amsterdamse grachten. Ik zou het lekker niet doen. En dat kon 20 jaar geleden wel. Ja, klopt. Ja, het gaat twee kanten op. Hè. Als je kijkt naar de wetgeving, is het beter dan ooit tevoren. En dan waar dan ook. Want Nederland is echt het beste land op aarde in heel veel opzichten. Maar ook zeker in dit opzicht. Ja. Maar als je kijkt naar de situatie op straat, ja, die gaat ziende ogen achteruit. Dus hebben we dan eigenlijk meer over dat, dat er sprake is van symboolpolitiek? Dus dat politiek heel erg zijn best doet om hele mooie homovriendelijke woorden en wetten te schrijven en te zeggen, maar dat ze op straat eigenlijk geen geflikker van jullie aantrekken? Ja, precies. En je kunt je sowieso ook wel afvragen of al die zogenaamde homovriendelijke wetsvoorstellen ook wel echt homovriendelijk zijn. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar, nou, dat dan linkse partijen die willen een aparte vermelding in de grondwet, zodat homo's niet gediscrimineerd kunnen worden. Maar dan creëer je dus letterlijk bij wet een hokje en dan heb je geen gelijkheid meer. Ik vind dat niet heel erg bijdragen, ja, bijvoorbeeld. Het is ook een beetje raar, want het staat gewoon in artikel 1. Ja. Gelijkheidsbeginsel. Precies. De geaardheid. Dus dat is allemaal weer bullshit. Maar goed, homo-intolerantie wordt erger. Waar komt dat nou door precies? Multiculturele samenleving. Nou, dat zijn heel veel linkse mensen niet met je eens, hoor. Ja, dat klopt. Maar het is wel zo. Nou ja, volgens de media zijn het voornamelijk witte Nederlanders, want we zijn niet meer blank, die anti-homo-geweld gebruiken. Nou ja, ze halen altijd van die leuke trucjes uit met de cijfers. Ik weet niet de exacte cijfers uit mijn hoofd, maar laten we zeggen dat er ongeveer iets van 1000 gevallen per jaar zijn waarin de homo's in elkaar getimmerd worden. Nou, en dan zijn er bijvoorbeeld, ik zeg maar even wat, dat zou ik even na moeten zoeken, maar bijvoorbeeld er zijn er 700, dat zijn dan autochtonen en de rest zijn dan allochtonen. En dan zeggen ze, ja kijk, er zijn dus meer autochtonen die dat doen. Maar ja, als je dat dan in verhouding bekijkt, hè, 700 man op 15 miljoen mensen of 300 man op, wat is het, 300.000 mensen, dat zijn andere verhoudingen. En niet alleen dat, degene die zij bestempelen als autochtoon, dan kun je ook maar afvragen of ze echt heel erg Nederlands zijn. Want ja, als zij bijvoorbeeld tweede of derde generatie zijn, dan zie je al niet eens meer dat het allochtonen zijn, maar die hebben wel een andere opvoeding gehad. Ja. Ja, het is wel zo dat onder autochtonen dan ook de derde en de tweede of derde en de vierde generatie Marokkanen en Turken vallen. Omdat die ouders hier dan ook zijn geboren. Ja, En hoe autochtoon zijn die dan? Want zijn niet Nederlands opgevoed. Nee, wat zegt dat dan over de cijfers? Ja. Zo wordt er heel veel gerommeld met cijfers overigens door het CPB. In opdracht van de overheid. Maar dan kan je namelijk zeggen, kijk, het is niet zo. Ja. Maar ja, we weten gewoon niet hoe groot het probleem werkelijk is. Hey, waar, de multiculturele samenleving, zeg je zelf. Waar komt die antipathie dan vandaan, vanuit die multiculturele samenleving? Of hebben we het gewoon over de islam? Nou, ik wil het niet alleen over de islam hebben, dat vind ik te makkelijk. Maar het was ook een vraag. Ja, en ik geef een antwoord. Nou, schiet eens op dan. Ja, je rustig aan. Oké. Kijk, Tuurlijk heeft het ook met religie te maken, maar het heeft er ook mee te maken dat sommige mensen gewoon uit, Pim Fortuyn is al heel mooi, uit agrarische gebieden komen, hè, of islamitisch agrarische gebieden. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld ook mensen uit Afrika die niet islamitisch zijn, maar die ook achterlijke ideeën hebben. Het gaat eigenlijk gewoon over achterlijkheid. Ja. Het heeft eigenlijk mee te maken dat mensen die dan, zeg maar uit de middeleeuwen met een bootje hier naartoe komen, dat ze hun middeleeuws gedachtegoed er nog steeds op nahouden. Ja, overigens, ik vind het wel interessant om het over die islam te hebben. Want we hebben heel veel problemen natuurlijk vaak van Marokkaanse rotjongens op straat. Maar eigenlijk zijn het geen goede moslims. Want een echte moslim, die zal mij niet aanraken. Die mag homo's niet aanraken. Die zal het niet doen. En die jongens die dat doen, dat zijn ook vaak jongens die zich bezighouden met prostitutie, met criminaliteit, met gokken, met hoeren, weet ik het allemaal. Die petjes dragen, de hiphop luisteren, de Amerikaanse cultuur omarmen. Dus het zijn niet alleen slechte moslims, want dat is alles waar de islam niet voor staat. Maar het zijn ook nog eens eigenlijk verraders, want zij omarmen dus een Amerikaanse cultuur. En dat zijn dus geen goede moslims. Dus dat is ook wel een keer leuk om dat te benadrukken. En ik zou eigenlijk dan de moslims willen oproepen om zulke gasten te verstoten. Dus jij zegt nu dat die moslims ook nog een keer kut moslims zijn? Nou, en ook slechte moslims. Dus ja, dat bedoel ik met kut dan. Ja, ik ben niet zo goed. Ik ben niet bekend met kut. Maar... Nou, volgens mij ben je er ooit uitgekropen een tijdje geleden, vriend. Ja, dat weet ik niet meer. Je gaat me toch niet vertellen dat je niet uit een moeder komt? Nee, ja, ik was hier ineens. Meen je dat nou? Ja. Ben je elkaar gezet? Ja. Nou, we hebben hun werk goed gedaan. Hé, maar... nee, maar weet je wat ik nou zo raar vind, hè? Kijk, ik ben geen homo. Niet? Nee, ja, volgens mij niet. Ja, ik
ik ben nooit, ik voel me niet erotisch aangetrokken door mannen. Dus van het weekend zei je wat anders. Ja, maar toen was ik Janneke. Oh, ja. Dan heb ik een andere rol. God, dat zou je toch niet vertellen? Oh, sorry. Nou, nu sodemiet mijn hele reputatie als echte man, echte Jan in elkaar. Godverdomme. Nee, maar luister. Nee, wat kan je nou als andere mannen nou wel rotten... Wat een andere volwassen man in zijn slaapkamer uitspookt? Dat snap ik dus echt niet. Nee? Nee, maar de antipathie ten aanzien van homo's snap ik gewoon niet. Ja, wat je natuurlijk ook wel ziet bij zulke van die gasten... kijk, in zulke kringen is het heel erg moeilijk bespreekbaar... Maar daar zitten natuurlijk ook homo's tussen. En die zijn enorm gefrustreerd. Want ja, die krijgen gewoon kortsluiting. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar die moeten dat verbergen. En als een homo ziet, is het natuurlijk heel confronterend. Maar ja, als ik op zaterdagavond in Rotterdam in de gaybar sta... Ja, dan zie ik heel veel Marokkanen. Ja, dat schijnt ook wel te zijn dat veel poterammers zelf poten zijn, hè? Tuurlijk, want een echte heteroman die heeft niks te bewijzen. Die maakt zich daar niet druk om. Nee, maar nogmaals, wat kan me nou bommen wat jij bijvoorbeeld seksueel uitspookt? Ja, geen flikker. Nee, dat maakt me echt... dat is nou het probleem met... dat noemen ze dan homofobie. Dat mannen zeggen... Oh, vind het zo erg, vind het zo vies. Denk ik, ja, luister, als je er zelf niet aan mee hoeft te werken... Dan, wat is het probleem dan nog? Ja, en blijkbaar zijn ze er ook nogal mee bezig dan, hè? Ja, dus jij zegt eigenlijk dus de grootste homofoben zijn eigenlijk erg bezig met hun eigen homoseksualiteit. Absoluut. Dus die is dus, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, volgens mij is de helft van alle schandknapen komt ook uit het Rifgebergte, is niet? Oh, sorry. Nou. Hey, Ken, ik praat zo over met je verder. We gaan ook. Zijn ook Ken? Dat is je partner, niet je echte partner, maar je partner bij de Roze Leeuwen. Lennart, verdomme zich. Dat was niet de bedoeling. Gaat het? Ben je niet boos? Nou, dat was foutje. Kan gebeuren, toch? Ik praat zo een beetje verder. Ik zeg ja, is goed, Jan. Oké. Okay. Ja, is goed, Jan. Nou, iemand anders wil even aandacht. La Viaro's, ja, daar hebben we hem. Oh, god. Hey, als ik zeg ja, is goed, Jan, moet je ook even zeggen ja, is goed, Jan, Lennart. Oké, ja, is goed, Jan. Fijn. Afgelopen week was ik dus in Praag, de hoofdstad van Tsjechië. Wat een prachtige mooie stad, zeg. Mijn liefje die wilde er graag naar de sauna... en aangezien ik een broertje dood heb aan eten... betekende dat ik een klein uurtje voor mezelf had. Maar het bewonderen van wat Jugendstilgevels... liep ik langs een antiekzaak, ja, en in de etalage lagen dus meerdere dolken uit de Tweede Wereldoorlog... allemaal Duits en voorzien van flink wat swastika's. Ik stond met open mond te kijken. In een land dat zo geleden heeft, onder nazi Reinhard Heydrich... toch een van de grootste schoffen van het Derde Rijk... mag je dit blijkbaar open en bloot, ja, laten zien en verkopen. Aangekomen in het barretje van het hotel waar dus mijn meisje in die sauna lag te zweten... knoopte ik een gesprekje aan met de barman. En ik vroeg hem of hij het niet belachelijk vindt dat die nazi-spullen hier in de winkels liggen... gezien de geschiedenis van de stad en het land. Zijn antwoord verbaasde mij aan de ene kant... maar aan de andere kant begreep ik precies wat hij zei. Komt-ie. Zijn antwoord verbaasde mij dus een beetje. Hij zei, terwijl hij rustig een biertje voor mij tapte, het volgende. Die oorlog is onderdeel van onze geschiedenis. Waarom zou je geen voorwerpen uit die geschiedenis kunnen verkopen? Het is de geschiedenis van onze stad. En daarbij waren de Duitsers hier maar 7 jaar. Terwijl de Russen hier 10 jaren de boel bezet hebben. Nooit hoor ik iemand klagen over verwijzingen naar die periode. Mensen lopen voor de lol met rode sterren op. Ze dragen de hamer en sikkel alsof het een leuk logo is. Voor communistische terroristen à la Che Guevara worden hier t-shirts verkocht. En mutsen van grenswachters die vroeger mensen doodschoten als ze naar het Vrije Westen wilden vluchten. Nooit hoor ik iemand daarover klagen. Maar over de Duitsers heeft iedereen de mond vol. En dat is verdomd hypocriet, zo zei de barman. En ik kon alleen maar knikken en dan weer een slokje. Nou, dat was niet slecht. Mooi stukje column, dat zeg ik zelf. Ik praat verder met Lennart van Meel, actief binnenleven Rotterdam trouwens ook. En de Roze Leeuw, en dat is natuurlijk een club die strijdt voor gelijkbehandeling van homo's. En eigenlijk dus gewoon voor gelijkbehandeling van homo's qua veiligheid. Het is toch eigenlijk verschrikkelijk, maar goed. Lennart, er moet me even iets van het hart, hè. Ik keer een beetje naar mezelf toe. En dan denk je misschien, waarom praat Jan dan over zichzelf? Nou, omdat ik dat graag doe. Ja, nou, ik begrijp het helemaal. Nou, ik weet precies wat je bedoelt. De meeste flikkers die ik op social media zie keren...
Die praten over niets anders dan politiek correcte praatjes. Die vinden D66 al rechts en eng. Waarom? Kijk, we hadden het er net al over dat jij zei van de homoseksualiteit wordt door links gekaapt eigenlijk, geclaimd. Want die zijn voor ons. Want wij komen op voor alle minderheden. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Maar goed. Maar ik merk het zelf op social media ook dat homo's heel snel geneigd zijn om heel erg regenboog, zebra, gebra en anti-alles wat rechts is zijn. Hoe komt dat? Nou, omdat het een vertekend beeld geeft op sociale media. Want de homo's die je daar dus hoort, dat zijn dan de linkse homo's. Die zijn heel erg actief op Twitter. Maar ja, het grootste deel van de homo's is gewoon niet links. Maar die werken allemaal en die hebben geen tijd voor die onzin. En het zijn gewoon mislukte homo's die dat doen. Nee, ik kan je vertellen, want als ik dan een keer... dan heb je een discussie met iemand met zo'n regenboogvlagje. Wat ik een beetje vreemd vind hoor trouwens. Een hele lelijke vlag. Nee, nou, maar niet alleen dat. Maar waarom zou je nou een icoontje van je geaardheid bij je naam moeten plaatsen? Ja, dat is heel erg ordinair. Ik bedoel, ik doe toch ook niet een vlag van ik ben hetero bij mijn naam? Dus waar slaat dat nou toch op? Mm-hmm. Maar dan zijn dat zijn mensen die dan zeggen, ja, ik ben heel normaal hoor. Maar dan wel een icoontje plaatsen met wat ze in hun slaapkamer doen. What the fuck? Ja, lekker gewoon gebleven. Ja, lekker gewoon gebleven. Maar in ieder geval, want als je daar een gesprek met ze hebt, ja, dan krijg je een soort gangbang van politiek correcte nichten die op je duiken en zeggen dat je een verschrikkelijke homofobe enge nazi bent. Maar er zijn er wel heel veel van die types. Ja, op Twitter. Maar en ja, weet je, maar het grappige is dus als ik dan uitga en ik ga best wel veel uit, dan zie ik die mensen dus nooit. Dus ze weten het allemaal heel goed te vertellen over hoe het er dan toe gaat in de gay scene. Maar ik zie ze nooit in de bar. Maar ze werken ook veel in de media, dat soort types. Ja, maar dat is toch ook niet in verhouding, wat hier in Hilversum zit. Dat vertegenwoordigt toch ook niet hoe Nederland over dingen denkt. Nou, volledig niet. Nee, en dat is bij homo's op social media precies hetzelfde. Want in de kroeg heb ik dus gewoon heel erg veel aanhang. Echt heel veel. Bij Van de Roze Leeuw? Ja, absoluut. En leefbaar ook. En die zeggen, we zijn het met je eens. Want ja. Het is toch godverdomme wat met die multiculturele samenleving. En die linkse apen die ons de hele tijd claimen. Ik heb er niks mee. Ik hoef bijna nooit meer voor mijn bier te betalen. Het is bizar. Ik heb zoveel aanhang. De beveiligers van de gay bar steunen me ook allemaal. Ik heb een heel leger achter me in de stad. Oh, nooit meer voor je bier betalen. Klinkt wel heel interessant. Zoek je nog iemand binnen de club? Of moet ik dan zelf ook van... Help zo maar even mee naar de wc. Ja. Moet ik dan ook voor Potenstein worden om onderdeel van te worden? En bij de wc... laat maar. Ja, ik weet niet wat je wil dan, maar... Ik wil helemaal niks van je. Nee. Oh, dit is dan ook weer onaardig. Ja, het is ook nooit goed, hè? Nee, dat klopt. Nee, maar dat is wel grappig, hè? Laten we nog eventjes hebben. Het lijkt als af en toe wel dat ze een beetje een Stockholm-syndroom hebben. Die homo's dan, hè? Die dan zeggen van... Ja, heel narcistisch vind ik ze ook vaak. Wat racistisch? Narcistisch. Narcistisch. Waarom? Nou, ze zijn alleen maar aan het zeuren en alleen maar ze weten het allemaal beter. En eigenlijk zijn ze alleen maar met zichzelf bezig. Maar die zeggen dan tegen mij, ja, maar jij bent een homofoob. Dus dat zou dus betekenen dat ik een soort van aangeboren geestelijke afwijking heb. Dat ik per definitie een ondefinieerbare, nergens op gebaseerde angst heb voor homoseksuelen. Kan me niet herinneren. Ik kan het me wel voorstellen dat iemand bang zou zijn voor homo's. Maar dan om andere redenen. Om welke reden dan? Ja, het is toch. Ja, sommige homo's zijn ook wel echt verschrikkelijk, natuurlijk. Ja, dat is mag wel ik waar. Dat zeggen? Ja, ik mag dat wel zeggen. Maar dan neem ik het even op voor de hetero's, want die zijn ook verschrikkelijk veel. Eigenlijk zijn mensen gewoon verschrikkelijk. De meeste mensen zijn verschrikkelijk. Ja, dat is waar. Mensen zijn gewoon kut. En waar je me nou in propt, dat maakt er geen moer uit. Al zeg ik het zelf. Hey, maar goed, wat gebeurde daar? Nou? Ik werd dus op een gegeven moment geïnterviewd voor de Gaykrant. En daar kwam dus uit mijn interview dat ik verre van homofobisch ben. Maar ik word dus wel zo genoemd. En het verhaal was. Nou, die Jan die is helemaal geen homofoob. Die vindt het niet erg als zijn zoons homo's zijn. Die zou zelf hand in hand met de kerel lopen als hij die gevoelens zou hebben. Die onderdrukt helemaal niet. En het gekke was dus, de interviewer die werd toen bedreigd vanuit de gay scene. Mm-hmm. Dat hij mij in de gay kant had gezet. En had gezegd dat ik dus niet homofobisch was, want ik moest homofoob zijn. Ja, wat is dat? Hun verhaal klopte niet meer. Dat was het gewoon. Maar ik word dan wel eens aangesproken nog door zo'n regenboogvlag. En die zegt dan, ja, maar jij bent een homofobe klootzak, extreem rechts altijd. Eerst vraag ik meestal, waarom ben ik extreem rechts? Dan zeggen ze, gewoon. En dan zeg ik, waarom homofobisch? En dan zeggen ze, omdat jij Tovik Dibi een keer een poot hebt genoemd. Nou, ik
natuurlijk niet helemaal dat je dan gelijk homofobisch bent. Want die nichten noemen toch elkaar ook allemaal flikkerpoot en een pijpelientje. Hoe zit het nou? Pijpelientje. Ja, nee, ik heb het al heel vaak gezegd. Er is geen groep zo politiek incorrect als de homo's. Dus we moeten gewoon een keer kappen met dat gezeik. Nee, maar alles aan mijn homofobie is gebaseerd. Dus toen ik de politiek in wilde, zat ik bij Jinek. En toen hadden ze een tweet van mij van 4 of 5 jaar geleden. Ja. In een ruzie met Tovik Dibi. Wat overigens een waardeloos voorbeeld is voor homoseksuelen van Marokkaanse afkomst. Want die zat gewoon in de kast. Terwijl Jezus Christus liep nou, van hem af zo'n beetje. Mm-hmm. En dan niet uit de kast willen komen als GroenLinks nicht. Daarom zei ik ook tegen van, joh, hou toch op, man, wat geldpoot. Nou, dus ik was toen homofobisch, omdat ik een homo wat geldpoot had genoemd. Iedereen hysterisch in de media, terwijl ik ging vaak in homoclubs uit in Amsterdam, toen ik in Amsterdam woonde, reguliere dwarsstraten, met een andere vriend van mij, ook helemaal geen homo, maar daar was het fucking gezellig altijd, mm-hmm. ook door de weeks. Want die flikkers die kunnen wel een feestje bouwen, weet je wel. Dus wij gingen daar gezellig uit, man. Dat was altijd mooi. Je kunt gewoon elke dag drugs gebruiken. Ja. Nee, ik hou niet zo van de drugs. Nee, ik ook niet. Ik hou niet van de drugs. Dus, maar dat is nu echt niet voor mij. Maar nee, dat werd wel flink gebruikt, ja. Ja, dat was echt... Je kreeg bij je biertje kreeg je een poppetje ernaast. Ja, moet je trouwens niet doen, hè. Want dan laat je alles lopen. Maar goed, daar gaat het toch even niet over. Vuile viespeuk. Maar waarom, als er dus ontkend wordt dat je homofobisch bent, zeggen ze toch, ja, maar je bent het wel. Want zelfs als ik dat interview aan die mensen laat lezen, zeggen ze, ja, maar je bent het wel. Ja, ze hebben een zondebok nodig. En dat wordt altijd gezegd van mensen aan de rechterkant in de politiek. Ja. Maar als je dus zegt van, ja, maar ik ben het niet. Nee, maar ja, daar ben ik dus mee gestopt. Want zelfs mij wordt homofobie verweten. Nou, je bent ook wel een beetje fobisch voor homo's. Laten we eerlijk zijn. Sta je een beetje in zo'n gay bar een beetje te heupwiegen? Nou, dat kan echt niet, hoor. Nee, dat vind ik echt smerig. Dat kan echt niet. Jij hebt een hekel aan homo's. Ja, aan mensen in het algemeen. Ja, maar luister. Maar ik heb ook weer heel veel liefde in hem, hoor. Nee, maar luister nou. Je bent zo'n beetje uitgevonden. Het is toch belachelijk dat jij voor homofobie wordt uit... Ja, precies. Maar waarom is dat? Dus wat ze dan zeggen, de tegenstanders, die zeggen dan van... Ja, je hebt geïnternaliseerde homofobie. Dus je bent een homo met zelfhaat. Ja, ik moest het ook even opzoeken. Dus omdat ik dan in de knoop lig met mezelf, zeg ik al deze dingen. En is dat zo? Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben er wel mee gestopt om dat uit te leggen, want het heeft toch geen zin. En ik weet zelf hoe het zit. Ik heb helemaal niks te bewijzen. En ja, weet je, dat is hetzelfde met dat ze je racist noemen. Ja, op een gegeven moment moet je het gewoon niet meer uitleggen. Het maakt toch niet uit wat je zegt. Het is nooit goed. Dus je moet gewoon lekker zeggen wat je vindt. Ja, ik word vaak op één dag voor fascist, nazi en jodenvriend uitgemaakt. En dat is wel knap, hè? En sionist. Vaak in één tweet. Dat je denkt, dat is een beetje pingpongen. Maar goed, maakt niet uit. Nou, in ieder geval... Ik vind ze wel heel vaak creatief, hoor. Want wij zijn dan nu wij zijn de GKK. Die vond ik wel leuk. Ja, die is leuk. Dat is leuk bedacht. GKK. Ja, de nazi-homo. Ja, wel knap op zich. Want ik denk, als ik nazi zou zijn en ik zou mijn zin krijgen, we zouden een nazi-regime krijgen, zou ik als eerste worden afgevoerd. Nee, is niet helemaal waar. Nou, moet ik even ingrijpen. Ja. Ik ben vrij... ik wilde mezelf historicus noemen, maar laten we dat maar niet doen. De hele SA was... Ja, Ernst Röhm. Ja, nou, de hele top. De Nacht van de Lange Messen. Ja, Hitler heeft vannacht te danken aan een homo, dat is waar. De Nacht van de Dikke Lullen, dat hadden ze dan genoemd. Jongens, gaan wat af te beren daar, hoor. En als je al die pakjes ziet van Hugo Bosch... Nou, goedemorgen, zeg. Dat is een nichter als de pest. Laten we eerlijk zijn. Dat hele Derde Rijk was gebaseerd op flikkeren. Ja, het was te esthetisch voor hetero's, dat is waar. Sowieso. En Hitler was natuurlijk ook gewoon een nicht. Laten we nou eerst... Weet ik niet. Nou ja. Als je hond Blondie noemt, zeg. Jezus. Nou ja. Hey, maar wat het rare is, dus dat die mensen die dus mij homofoob noemen, en jou homofoob noemen, die gebruiken ook voor iedereen de term dus nazi, extreem rechts, fascist. Maar die noemen zichzelf inclusief. Die zitten bij de inclusiviteitsclub. Alleen wij mogen er niet bij. Eigenlijk mag niemand erbij. Heb je dat wel eens uitgelegd? Dat inclusief betekent dat je ook andere smaakjes erbij dient te hebben? Ja, maar kijk, zij willen dan diversiteit. Sorry. Uiterlijke kenmerken. Dus huidskleur, geslacht, geaardheid, weet ik het allemaal. Maar geen diversiteit in ideeën. Oh. Dat vind ik dan veel interessanter. En omdat wij dus niet denken zoals zij, horen wij er niet bij. Omdat iedereen... Dus wacht even. Ja, iedereen hoort erbij, dus horen wij er niet bij, zo was hij.
Het is meer zo van, laten we zeggen, oké, wij zijn de Bhagwan. Wij zijn heel vrij en vrolijk. En iedereen mag erbij, zolang je maar van de Bhagwan bent. Dat is eigenlijk wat het is. Dus ja. Het maakt niet uit of je homo bent, of trans, of man, vrouw, neger. Maakt allemaal geen rol uit, zolang je maar Bhagwan bent. Dat is eigenlijk wat het is. Dus eigenlijk moet je gewoon links correct zijn. En, ja, dan, en dat maakt het niet uit. En dat maakt het niet uit. Maar het is ook en dan noem je jezelf inclusief. Maar ze zijn ook op alle vlakken zijn ze hypocriet. Want dan verwijten ze ons of rechts dat we hard zijn en onmenselijk en asociaal en gemeen en weet ik het allemaal. Maar als je ziet wat voor bagger ze over ons uitstorten online en bedreigingen en waar ze ons voor uitschelden. Het zijn gewoon pestkoppen. Wij zijn veel stijlvoller. Ik zou dat soort dingen nooit doen. En wat mij opvalt is dat ik dan heb ik een discussie met zo'n regenboogvlag over iets heel anders dan over seksualiteit en wat dan ook. En dan zegt hij op een gegeven moment, dat zal wel extreemrechtse pad. Dat je denkt, oké, met je dikke lijf en je kale vieze kop. Ja, je wordt dus weggezet, precies wat ze ons verwijten. Maar dan zeg je, maar waarom begin je nou over mijn uiterlijk? Dat is toch helemaal niet inclusief? Ja, maar je bent gewoon een vieze, smerige, dikke pad. En ik dacht dat je 60 was. Ja, dat is dus discriminatie. Nee, maar snap je? Dat is altijd hetzelfde. Komt op een gegeven moment een van die gasten dat op Twitter was een die noemde zichzelf transseksueel. Ik noemde het echt een totaal in elkaar verkeerd geknutseld bouwpakket. Maar in ieder geval, die zomaar uit het niks, helemaal vol met regenboogvlaggetjes en raboem, zegt die meneer met dat lange haar en make-up tegen mij. Je bent een sukkel en je bent een mislukt politicus. Waarvan ik, grappig als ik ben, zeg, mijn politieke carrière is inderdaad net zo mislukt als jou ombouwen. Nee, maar even serieus. Dat is toch wel een leuk grapje. Die man, dat was gewoon echt een lelijke man. Had een jurk aan, maar dan kan je jezelf niet transseksueel noemen. Dan ben je gewoon een travestiet. Maar, dus ik zeg dat 3 kwartier later op Radio 1. Serieus, op Radio 1. Jan Roos is niet alleen homofoob, hij is ook transfoob. Bij... Ja, dat is ook weer zo wat. Ja, nee. Transfoob. Nee, maar was ik transfoob? Nee, maar wacht even. Dus nee, maar bij 1 Vandaag Radio 1 werd dat nieuws dat ik dus tegen een totaal mislukte, lelijke transseksueel had gezegd. Dat mijn carrière net zo mislukt was als zijn transformatie. Leuk grapje. Op Nationale Radio. Er is ophef op internet. Oh, waarom? Ja, Jan Roos heeft tegen een transseksueel gezegd dat hij lelijk is. Maar dat is dat je echt denkt, hè? Dus, dat mislukte bouwpakket, die mag dus tegen mij zeggen, zomaar het niet. Ja. Je carrière is mislukt. Nou, in de politiek kunnen we dat wel bevestigen. Maar prima. Dan zeg ik ja. Dus ik bevestig zijn belediging eigenlijk. Mm-hmm. En ik knoop er een grapje aan. En ook, het is het nieuws op Radio 1. Ja, het is echt belachelijk. Nou ja, dat wil ik even vertellen. Ja, wat moet je er eigenlijk over hebben? Nu we het over transseksuelen hebben. Want wij zijn dan natuurlijk ook nog eens transfoob. Maar ik vind het ook wel eens leuk om te vermelden dat wij dus ook aanhang hebben van transseksuelen. Er zijn transseksuelen die de roze leeuw steunen. Want, maar waarom niet? Ja, waarom niet? Transseksuelen willen het ook veilig overstraan. Nou ja, dat. Maar er zijn natuurlijk ook nog meer dingen. Want er zijn ook transseksuelen die ook helemaal gek worden van die polycore onzin. Want bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld iemand die mij aansprak, die zei van ja, nou ben ik eindelijk, na jarenlang ben ik dan vrouw. En dan mag het straks niet meer in mijn paspoort staan. En bedankt. Ja, moet X. Moet er niks staan. Ja, die mensen. Of genderneutrale wc's, hoeft het allemaal niet. Ik heb ook een transseksueel die mij aansprak, die ook voor Trump was. Oh, dat mag ook niet. Nee, dat kan helemaal niet. Maar ik moet eerlijk vertellen, ik was in Zweden. Dat is natuurlijk helemaal zo'n doorgevriend linksland. En daar hebben ze dus genderneutrale wc's, maar ook in het café. Maar ik sta daar dus. Lekkere wijven, jongen, niet normaal. Dus ik denk, na een biertje of 2, ik ga hem even aftappen. Weet je wel. Dus ik loop de wc in. Komt er net een bloedmooie meid uit die wc. En die had daar zitten bouten. Mijn wereld stortte dus in, weet je wel. Want dat wil je toch helemaal niet koppelen aan zo'n lekker wijf daar. Dus ik moest op diezelfde wc. Want we zijn allemaal lekker hetzelfde en gewoon. En we wonen lekker genderneutraal. En mijn hele avond werd dus verkloot door dat toiletbezoek. Want ik dacht op een gegeven moment,
Ja, maar dat andere wijf zit waarschijnlijk ook te stinken op de pot. En dat lekkere wijf zit ook waarschijnlijk straks te scheiden op dezelfde pot. Ik was er helemaal klaar. Ik ging naar huis. Nou, ik zal je vertellen. Ik zat er voor het eerst te denken aan. Misschien moet ik ook maar voor Potenstein worden. Over transseksuelen gesproken. Zeg, ik zat naar dat First Dates te kijken. Dat is in Nederlands verschrikkelijk. Hè? Nederland 3. Maar in Engels is hartstikke leuk. Nou, wanneer was dat van de week? Lekkere wijf, jongen. Nou, ik denk, Jezus Christus, daar zou ik wel mee op de... En die zei op een gegeven moment tegen een gozer dus... Ja, maar ik ben een transseksueel. Vind je dat erg? En die gozer zei... Nou ja, vind jij niet zo erg? Toen dacht ik, wat zou er gebeuren als... Nou, wat zou... Ja, dat hoef ik niet tegen jou te zeggen, want je bent natuurlijk een homo. Maar als ik dus met zo'n hele, echt een knappe vrouw tegenover me zou zitten... Die zou zeggen, ik ben transseksueel. Wat zou me dat eigenlijk dan rotten? Dat zou me helemaal niet rotten. Dus als het gewoon een lekker wijf is, ja, nou ja, vroeger heet hij dan Bobby. En nu heet hij... En nu heet hij Bobbientje. Vroeger had ik gezegd, nou, ik heb niet zo trek in een jongen. En nu denk ik, nou, lekker wijf geworden. Waarom zou ik dan nee zeggen? Ik zou het gewoon doen. Maar ik ben wel transfoop op Radio 1 omgeroepen. Terwijl ik hier gewoon in deze podcast, die door honderdduizenden mensen wordt beluisterd, gewoon ze zeggen dat ik hem zonder problemen in een transseksueel zou proppen. Nou, hoe transvriendelijk kan je zijn? Nou ja, dat wilde ik even kwijt. Hé, hey, we praten zo over een beetje verder. Want we gaan nu even naar onze nicht uit Tsjechië. Die wil ook even wat kwijt. Ja. Yeah. Hey! Hij werd op 18 september 1991 in Griekenland geboren. Zijn vader Demis was een schaapherder die bekend stond om zijn kleine voetjes. Zijn moeder Larina was een huisvrouw die de doenste filordeeg van die dorp op het kleine eiland Kakmos kon maken. Maar hij wilde iets anders dan zich bezighouden met dit soort folklore. Konstantinos had grote dromen. Papa, zei hij op een dag, ik word later keeper. Vader Lamproes schoot in de lach. Hoe denk jij in hemelsnaam doelman te worden? Je bent veel te klein. Word mijnwerker of van mij apart jockey op een paardje. Maar voor keepen moet je bij die lat kunnen. Ik kom bij die lat, schreeuwde Kostasje. Ja, bij een juniorengoaltje, zei vader Demis. Ik bedoel een echt doel van grote mensenvoetbal. Ik ben al een groot mens, riep het kleine mannetje. Nou, ik bedoel niet volwassen, Kostas, maar grote mensen, zei vader Demis. Mensen van lengte, zeg maar. Niet verticaal gehandicapten. Boos pakte die kleine Lamproes zijn knapzakje en verliet het eilandje Kakmos. Hij zou die wereld laten zien dat ook niet grote keepers de top kunnen bereiken. En tot op heden is hem dat nog niet gelukt. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nou, dat vond ik niet slecht van Martin Simek. Als ik heel eerlijk ben. Johan Derksen was nog een beter hond. Na een paar homo-onvriendelijke opmerkingen in Veronica Inside. Het voetbal, het leuke voetbalprogramma. Eigenlijk het enige leuke voetbalprogramma. God kan leren. Hebben het nieuwe programma van Umberto Stan gezien? Jezus, wat saai. Nou ja. En op Twitter die kreeg dus de snor flink om de oren. Met de hashtag sorry Johan. Ik praat nog even verder met mijn gast Lennart van Meel van de Roze Leeuw. Hé, wat vond je nou van die ophef? Sorry Johan. Ja, zo gezeik op niks. Wat had die Johan Derksen nou gezegd wat zo verkeerd viel bij die gay boys? Ik weet het niet. Hij zei geloof ik dat de homo's niet makkelijk uit de kast komen in de voetbalwereld. Maar noem je het toch een feit? Ja, wat hij eigenlijk zei is van... Oké, hij zei misschien een beetje bot van ja, wees een vent, kom gewoon uit de kast. Maar wat hij daar dan mee bedoelde, en dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie boodschap, is van ja... Weet je, je moet ergens een keer beginnen. Doe het gewoon en dan wordt het vanzelf beter. En wees jezelf, verloochen jezelf niet. Dat was ook vooral de boodschap. Wat ik zo grappig vind is dat zijn dochter, die volg ik ook op Twitter. Dat is die vrouw achter de uitgeverij van voetbal, vroegere Voetbal International. Die geeft al die boeken uit van Gijp en de hele tering, zo weet je. En die zei dus, die reageerde op die ophef met het verhaal. Ja, ik weet het niet, maar ik ben in een hele progressieve, liberale omgeving opgevoed. Mijn vader heeft nooit homo-onvriendelijke opmerkingen gemaakt. En is allemaal als hartstikke homo-vriendelijk. Dit slaat gewoon helemaal nergens op. Maar het enige wat dus Derek eigenlijk zei is van... Ja, wees geen mietje, kom uit de kast. En ja. Wees homo.
Waarom worden homo's er kwaad van? Tenminste, die kwaad werden. Ja, dat zijn weer die mislukte homo's. Want ik vind het een hele mooie boodschap. En dat is ook iets waar ik voor strijd. Dat zwakke imago van homo's. Want dat is helemaal niet nodig. Want we zijn wel homo, maar uiteindelijk zijn we nog steeds mannen. En daar mogen we trots op zijn. En ik wil dat wel ook meer gaan uiten. Ja, ik vind het altijd een beetje raar dat homo's worden altijd een beetje weggezet als die natte washandjes. Een beetje die slappe types. Ja, maar sorry hoor, we neuken mannen. Hoe dominant wil je het hebben? Dat dominanter dan een vrouw neuken hoor. Ja, maar wacht even. Sorry voor mijn platheid. Nou, ik weet wel wat de term neuken betekent. Maar waar ik een beetje stil over viel is... Jij neukt wel mannen, maar er wordt dan ook een man geneukt. Maar is die dan ook heel dominant? Nee, die is dan weer niet dominant. Dus je hebt het, zeg maar, de tops... De tops onder de gays, dat zijn mannen. Ja, aan de andere kant, ja, die anderen ook wel weer... Nou, ik weet het niet hoor, maar als jij toch... Nou ja... Kun je rag hard in je hol aan naaien. Ja, en als je dat aankunt, ja, ik weet het wel, niet. Ja, dat is wel waar. Mijn pijngrens. Ik heb niet voor niks een oorthermometer, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik heb een keer... Ja, ik had een keer een vriendin... Niemand luistert hiernaar, toch? Nou, dat zijn misschien 25 man hier. Ik had op een gegeven moment een vriendinnetje. En die was een beetje kinky, wist ik veel. Dat wist ik helemaal niet, joh. Dus de kreng die... Nou, die was even zeg maar aan het zaal niksen. Hey, you buy me a ticket to the trouble. Dus snap je wat ik bedoel? En nou, die deed het hartstikke goed. Dus ik denk, dat gaat hartstikke goed. Ik denk, weet je wat, ik doe mijn ogen dicht. Zo knap was ze ook weer niet, snap je? Dus ik denk er wat bij. En die jankt toch met een rotgang een vinger in mijn reet, joh. Nou, ik zat halverwege het plafond bij Mars. Nou, gelukkig was het systeemplafond, want je ging een beetje mee. Maar ik zei, wat doe je? Dus ik pompte er gelijk voor de kanus. Ja, zo werkt dat niet. Maar ik dacht, dit gaan we niet veel vaker doen. Dus je hebt inderdaad gelijk. Je bent een man als je een lul hebben kan. Nou, hey, heb je wel eens gedate met een voetballer? Met een, hoe heet dat? Een profvoetballer? Nee, nog niet. Ja, dat is wel kut voor het verhaal. Want het zou natuurlijk onwijs gaaf zijn dat je nu een hele stoere voetballer uit de kast gooit. Maar wat maakt het uit? Nou, wat niet is, kan nog komen. Ja, zo is het ook. Maar hij zei, uiteindelijk werd het dus ook weer verschrikkelijk opgedreven. Zelfs over dat de minister met hem in discussie wilde. En hij werd er weer voor de leeuwen geworpen van de inclusiviteitsmafia. Maar wat is dat? Volgens mij zijn niet de opmerkingen van Derks die dus mensen in de kast houden, maar meer de hysterie... Van deze gay-mafia. Ja, exact. Want dan wordt er gezegd... je zou maar die homo zijn die thuis op de bank zit... en die dat op tv ziet. Nou, die durft niet meer uit de kast te komen. Dat is ook dat is helemaal niet waar. De reden dat sommige jongens niet uit de kast durven te komen... is omdat ze gewoon normaal zijn en zich kapot schamen... voor al die halfnaakte leernichten op die boten. Daarom komen ze niet uit de kast. Nou, het zijn wel statements die je maakt. Ik moet eerlijk zeggen... ik wil niet alles naar me toe trekken, maar ik doe het graag. Ik had... 15 jaar geleden een column geschreven, zo, 10 jaar geleden een column geschreven, dat ik niks wil verbieden, want ik ben maar dat ik de gay pride niet per definitie een onderdeel van de homo-emancipatie vind, omdat er dus mensen uit de Achterhoek een dagje homo's komen kieken, die op een boot tegen een opblaaslul van 2,5 meter staat te bonken. En die denken dus, oh, dat zullen homo's zijn. Nou, als je dan een beetje twijfelt bent uit de Achterhoek en je denkt, oh, ben ik dat? Nou, laat me hangen. Snap je? Dus ik zie het niet helemaal voor de homo-emancipatie. Ik wil helemaal niks verbieden. Maar dat vond ik hetzelfde met de gay games. Dan denk ik, ja, als je jezelf echt in een apart hoekje wil doen. Ja, alsof het Paralympics is, of je gehandicapt bent of zo. Ja, je hebt dus de Paralympics, mensen met één been. En dan heb je mensen die kunnen sporten en dan heb je homo's. Nou, ik zou als homo denken, net of ik niet met de gewone mensen mee kan doen. Dat is echt belachelijk. Ja, is ook zo. Dus discriminerend als de neet is dat. Ja. Dan laat je dus zien van, nee, flikkers kunnen geen kogel stoten. Ja, die moeten dan hun eigen natte washandjes leak hebben. Nou, als er één groep is die kogels kan stoten... Maar ja. Overigens, ik wil ook niet hypocriet doen hoor. Want over die gay pride. Kijk, ik ga er elk jaar heen. Ik vind het een fantastisch feest. Alleen, ik zou het geen gay pride noemen. Want ik word er niet echt trots van als ik het zie. Voor mij is het gewoon gay carnaval. Dus als we het gewoon zo noemen, is het gewoon een leuk festival één keer per jaar. Ja. En dan is het toch prima. Maar ik vind er ook niks mis mee. Nee. Alleen het wordt verkocht alsof het goed is voor de homo-emancipatie. Ja, dat is het dus niet. Als er allemaal mannen in jurken en make-up staan en leernichten. En denk ik, ja, dat is niet de overall gay scene. Weet je, het is allemaal niet zo extravagantie alleen maar. Er zijn gewoon heel veel saaie homo's. Nee, Mark Rutte. Ja. Ja, nou, dat is er toch eentje of niet? Nee, ik weet het niet. Ga jij ook twijfel? Ja, ik vind het lastig. Het zou kunnen, maar het zou ik net zo goed niet kunnen. Ik weet het niet.
Nou, dit vind ik een beetje saai einde. Ja. Goed. Hey, de media die duikt er wel altijd heel ernstig op. Hè? Op gay onvriendelijkheid uit de witte hoek. Maar uit de andere hoek niet. Hè? Dan hebben we het ook over Hilversum en de Boel. Hoe zit dat? Hoe zit het dat die media wel heel erg pro-gay zijn? Maar als het je uitkomt? Ja, omdat ze wat te bewijzen hebben. Ze willen laten zien dat, weet ik veel, dat de multiculturele samenleving niet zo'n groot probleem is. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Ja. Hey, en wordt homofobie eigenlijk aangepakt vanuit de overheid of vanuit die media dan? Gebeurt er daadwerkelijk? We hadden zo'n Nashville-verklaring, weet je wel. En dan gaan dus de SGP'ers gaan het ondertekenen. Jo, big deal, hé. Vond je dat wel een big deal? Je weet wel hoe die mensen erover nadenken. Ja, dat weten we volgens mij al een paar duizend jaar. Ja, lijkt me niet zo heel interessant, toch? Dus toch niet... Nee. En dan gaat Femke Halsema met 300 regenboogvlaggen staan te keren in Amsterdam van... Ja, het moet inclusief en tolerant in de SGP. Dat is echt een verschrikking. Dan denk ik, maar meid, in jouw stad kunnen homo's helemaal niet meer veilig over straat. Nee. En dan, daar hoor ik je nooit over. Nee, en dan sta je nooit met allemaal van die jubelnichten en potten en poten vlaggen te zwaaien. Van flikker nou eens op, stelletje klote Marokkanen of wat dan ook. Dan hoor je ze nooit. Ja, en overigens de homo's die dat soort partijen volgen, die zijn, ja, ook al bedoelen ze het goed, maar die zijn ontzettend naïef. En ik heb wel eens gezegd, er was natuurlijk ook ophef over, maar ik sta er nog steeds achter. Ik heb wel eens gezegd, van zulke mensen die het opnemen voor dat soort partijen, En mensen zoals ik dus vervolgens uitmaken voor nazi-home. Ja, sorry, die kunnen beter zelf vast van een flatgebouw springen. Het is gewoon jezelf naar de slagbank leiden. Je bedoelt ten aanzien van de islam? Van de... Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, die willen toch homo's van een flatgebouw gooien? Ja. Ja, je ziet ook wel eens van die demonstraties. En gays voor islam demonstraties. Ja, dat is zo achterlijk. Dan denk ik, ja, hartstikke leuk. Het is net een beetje als kalkoenen voor kerst aan het demonstreren zijn. Van meer kerst. Denk ik, ja, dat kan je doen, maar ik weet niet of het handig voor je is. Nou ja, dat is ongelooflijk naïef. Maar goed, komt het nog goed? Ja, ik ben heel optimistisch. Het kan zeker goed komen, maar er moet wel wat gebeuren. Want ja, inderdaad, er worden wel pogingen gewaagd vanuit de politiek. Maar ja, maar het zijn eigenlijk meer symboolmaatregelen. Ja, eigenlijk dus gewoon niet. Het snijdt geen hout, we bereiken niks. Nee, maar ik geloof, ik zal je vertellen, dat is niet alleen maar omdat die politieke carrière inderdaad niet van de grond is gekomen. Maar ik geloof zo langzaam niet meer in politiek. Omdat, jezus, wat die mensen, die hebben geen enkel voeling meer met de samenleving. Nee, klopt. Ja, dus wat gaan die nog doen? Ik denk dat het vanuit de samenleving zelf moet komen. Dat het allemaal vanuit de samenleving zelf moet komen. Want je kan vanuit Den Haag kan je hem niks meer verwachten. Nee, daarom heb ik dus ook de Roze Leeuw opgericht. Snap ik. Maar dus vanuit de samenleving, komt het vanuit de samenleving nog goed met homotolerantie? Alleen we moeten het heft in eigen handen nemen. We moeten nou zelf weer onze eigen koers gaan bepalen en niet meer wachten op wat de politiek doet. Maar betekent het ook dat je geweld niet moet schuwen? Je moet wel, laat ik het zo zeggen, ik wil wel dat mensen weerbaar zijn, ook mentaal, maar zeker ook fysiek. We moeten leren om gewoon terug te slaan. Ja, lijkt me namelijk wel, hè? Ja, dus geen initiatief. Hè? Ik roep dus niet op tot geweld. Maar ik wil wel dat je gewoon leert voor jezelf op te komen. Nou, dat lijkt me heel erg verstandig. Ik vind het sowieso een onderdeel van jezelf opkomen. Dat heeft ook met dat uit de kast komen te maken. Kom voor jezelf op. En stel nou dat je een conservatieve klootzak van een vader hebt die zegt... Nou, ik vind het niet leuk dat je homo bent. Ik voel minder voor je. Nou, zijn probleem. Laat hem lekker de tering genieten dan. Want hij heeft jou wel gemaakt... Maar ik denk dat mensen zich ook eens moeten beseffen dat vrijheid niet gratis is. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid voor onze eigen vrijheid. Die moeten we zelf bewaken en daar moeten we zelf bereid voor zijn te strijden. Als we dat niet doen, dan verliezen we het. Gegarandeerd, ook hier. Nou, dat zijn gewoon verdomme nog eens wijze woorden mee op te houden, af te sluiten. Jezus! Leren van Meel, alias de Roze Leeuw, want je bent een beetje zelf een Roze Leeuw, vind je niet? Dankjewel en het gaat je goed. We gaan nog even afneuken, dus billetjes bloot en daar komt ie. Klein beetje spugen, alsjeblieft. Leuk. Ja, dat klinkt lekker. Nou, dank voor het luisteren naar Echte Jan. Wil je deze uitzending mogelijk maken? En dat moet je verdomme willen, ja. Steun me dan op janroos.backme.org. janroos.backme.org met CK is dat, hè. En doneer voor deze wekelijkse verwennerij. Dat gaat helemaal niet over honderdduizend euro's, hè. Dat kan gewoon een paar euro's per maand. Waarom zou je het niet doen, hè? Hè, dan kan je deze heerlijkheden kan je gewoon lekker luisteren. Hè? Bijvoorbeeld als je wil slapen. Ik kreeg laatst een mailtje van iemand die zei... Ik slaap zo lekker weg bij je podcast. Nou, dan...
weet je dat, je dat je lekker bezig bent. God, non de cru. In ieder geval, ik wil iedereen de groeten doen die deze podcast beluisteren. Ome Henk uit Breda. Tante Ali uit de Purmerend. En natuurlijk onze vaste luisteraar uit Nibix Woud. Jos Pardoes. Oké, bedankt. En voor nu vast. Echte Janne, verzamelen. Hey. Oh, de nanuk. Ja. Yeah.